We staan hier bij een nieuwe ras in het exportsegment van Agrico, Paradiso. Een topras, de highlight van dit ras, het hoogopbrengend vermogen van dit ras, de sterke plant en daarnaast ook de mooie presentatie, zelfs na een lange bewaring. De rijptijd van Paradiso is midden- laat. Daarnaast heeft Paradiso een hele sterke plant, wat als voordeel heeft dat het ook getild kan worden in gebieden waar het wat warmer is. Paradiso heeft mooie oval lange knollen. De schilkleur is geel, de vleeskeur is lichtgeel. Paradiso heeft een zeer hoge opbrengst en een hele mooie regelmatige sortering. Dit ras heeft een onderwatergewicht van rond de 320 gram en kooktype B. Daarmee is dit ras geschikt voor de traditionele markt. Wat betreft resistenties is dit ras weinig vatbaar voor virus en schurft. Dit ras vindt voornamelijk zijn weg in de traditionele markten te noemen Oost-Europa, Noord-Afrika en ook Binnen-Oosten. Paradiso heeft weinig speciale aandachtspunten in de teelt. Het is een relatief makkelijk te telen ras. Paradiso is zowel voor de pootgoedteler als voor de consumptieteler een heel interessant ras. Voor de pootgoedteler een hoog knol aantal, heel belangrijk voor de opbrengst. Voor de consumptieteler is Paradiso zeer interessant vanwege zijn hoge opbrengst en zijn mooie uniforme knollen. Klanten zijn zeer tevreden over Paradiso vanwege zijn continuïteit in het teelt. Elk jaar een goede opbrengst en een mooie partij.